I'm the boss. Change boss, please. Gistermiddag om 2 uur waren Frits en Henk in Rotterdam. Ze gingen op zoek naar de voorzitter van SVV, John van Dijk. Is de directie hier? Hier? Gelijk de deur in. Gang joh, gelijk de deur in. Ik zal Don nog even kijken. Okay. Ja. Weet u waar meneer van Dijk te vinden is? Is die? Nee, dat weet u niet. Het is een vergadering. Van de treintaxi in Utrecht. Van de treintaxi? De treintaxi? We hebben een taxibedrijf, hè? Ja. Echt maar? Komt hij vanmiddag terug? Ik denk dat hij nu 4:15 terug is. Dan wachten we maar even op. Heel beter afspraak in de maak. Ik ga ze niks, hè? Eindelijk, hè? Wat zijn jullie nou, joh? Wij zocht u. Ik sloop jullie te zoeken. Ja, echt waar? Ja. Wat klasse voor u. Ja. Waar gaan we naartoe? Ja. Nou, jullie staan hier zo fijn. Ja, ja, nou, gaan we binnen. Gaan we mee? Ja. We ontvoeren hem gewoon. Wat een vent voor kei mooi. Hey. Jongens, druk op die noodrem, interviewen hem hier. Oh, dat is hem echt. Mag ik hem even aanraken? Ja, het is hem. Hallo. Ja, meneer, bedankt. Ja, meneer. Wij waren op zoek naar u. We waren hier om 3 uur. Toen zou u om 4 uur komen. Toen dachten we, die zien we nooit meer. Ik vind het klasse dat u ons bent komen opzoeken. Want ja. U bent dus via een achteringang naar binnen gekomen. Ik ben via de oprit, via de achterzijde. Ik wist dat u hier was, ja. Maar ik ga dat niet ontlopen natuurlijk. Ik vind dat... U bent gewaarschuwd in die auto, neem ik aan. Ik heb gebeld dat ik eraan kom. Ja. Dus daarvoor wisten ze zo goed dat ik hier... Ik ben al ongeveer 3 uur uit de... Ik heb met de Nederlandse Spoorwegen afspraak gehad. Maar het is klasse dat u ons bent komen opzoeken. Want anders hadden we ons suf gezocht en suf gewacht op u. Ja, maar ik ga de problemen niet uit de weg. SVV houdt op te bestaan als betaald voetbalorganisatie. Nee. Dat is zeker. Nee, dat is niet zeker. Hoeveel procent is dat niet zeker? 50%. Maar u heeft toch gesprekken... Oh, wat is er nou, weet jij het dan beter dan ik? Ik zit niet te leren. Jij denkt dat je goede dingen hebt, maar je weet het echt niet, ik jongen. Ik heb het gevoel dat ik het beter weet. Nee, ja. Nou, dat gevoel, dan heb je een slecht gevoel, jongen. Meneer Van Dijk, jij denkt dat je altijd alles beter weet, maar je kan er wel naast zitten. Nee, ik zit er af en toe best eens naast. Ja. Maar na 1 juli bestaan de SVV niet meer. Wie zegt dat na 1 juli? Een stichting kwijt om een zo opdoeken. Dus u zegt dat SVV na 1 juli nog bestaat? Ja. En als SVV dan niet bestaat? Stichting Betaald Voetbal SVV bestaat op 1 juli nog, ja. En doet als een zelfstandige stichting Betaald Voetbal? Ja. En nou, doet dat zeg ik niet. Nou goed, dat vraag ik nogmaals, doe ik de vraag ook, foute vraag. Dus bestaat de stichting Betaald Voetbal SVV nog na 1 juli als zelfstandige stichting Betaald Voetbal? Dat weet ik niet. Maar u wil altijd dolgraag bij Feyenoord onderdak? Nee, ik ben altijd een Feyenoorder geweest. Maar ik ben er nu ongeveer een kleine 3 maanden mee bezig. Maar ligt uw hart bij Feyenoord met SVV om daar onder te brengen? Ik ben een Feyenoord, dus daar leg je waarschijnlijk je hart ook natuurlijk. En dat impliceert dus dat u, als u wilt, dolgraag met de hele boedel overgaat naar Feyenoord. Ja. En dat betekent dan dat SVV als club ophoudt? Onder bepaalde voorwaarden. Nee, je gaat dan een fusie aan met Feyenoord. De Stichting Betaald Voetbal Feyenoord, die worden dan gefuseerd met de Stichting Betaald Voetbal SVV. En daar komt of een nieuwe stichting, maar dat moeten geleerden maar even uitzoeken. Of, of de bestaande stichting SVV Feyenoord blijft gehandhaafd. Ja. En die situatie is bijna rond. De situatie is voor een groot gedeelte rond, ja. Maar er zijn natuurlijk... Nog een paar details of een paar punten. Ja, SVV is natuurlijk een voetbalorganisatie zonder schulden. Mm-hmm. En dan kan ik natuurlijk van Feyenoord nog niet zeggen dat die schuldvrij is. U wilt kortom uw spelers wel inbrengen? En SVV is niet failliet, dat wordt geschreven. Nee. SVV is niet failliet. Dat is gewoon... Maar als je spulletjes inbrengt in een bepaalde organisatie, wil je ook weten...
hoe die organisatie in elkaar zit natuurlijk. Ja. En dat is een van de kardinale punten. En je kunt maar zeggen, ik breng mijn spelersmateriaal in een bepaalde groep. Maar ben je het dan kwijt of heb je nog wat? Of, En die zaken moeten zwart op wit staan voordat u zegt, ik kom naar Feyenoord. Inderdaad. En dat gaat volgende week gebeuren. Ik wil toch een stukje financiële zekerheid hebben. Niet, want SCV is schuldvrij. En dat kan Feyenoord natuurlijk niet vertellen. Maar wie zijn de krachten die u niet zien zitten? Nou, ik denk dat er... Van HCS-zijde, ik denk dat ze daarin zitten, springen op John van Dijk. Niet? Nee. Waarom denkt u dat? Maar ik denk dat ze John van Dijk wel hard nodig hebben. En ik denk dat ze John van Dijk op ten opzichte van Wim ons ook wel hard nodig hebben. En wat gebeurt er met wat die... lacht hij nu? Waarom lacht hij zo... Nou, ik mag toch lachen? Jij lacht toch ook wel eens? Ja, ja. Maar waarom lacht met een betekenis? Nee. Jawel. Ik ga af en toe ineens wel eens lachen, joh. Ga ik regelmatig voor naar de dokter. Je bedoelt Wim, ja. En wat zegt de dokter dan? Ja, dan moet je dat moet slijten. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, wat gebeurt er met Dick Advocaat? Gaat hij dan ook naar Feyenoord? Ik denk dat het wel natuurlijk... Als je in fusie gaat, gaat het in feite al het personeel. Als je twee bedrijven gaan fuseren, gaat het al het personeel gaat over. Ja. Ja, dus, En u wilt nog... u wilt die zekerheid hebben van Feyenoord? Maar, ja, natuurlijk. U heeft achter de hand... Nou, zo hebben, niet, dan... We hebben zaterdag een bespreking, kijken of we er dan eruit kunnen komen. En dat lukt? Dat vind ik van... Er moet een wilsovereenstemming zijn om het tot elkaar te brengen natuurlijk. En welke spelers gaan er dan over die bij Feyenoord gaan voetballen? Alle spelers. Alle spelers? Ja. En worden daarna eventueel verkocht voor een transferbedrag? Ja, dat gaat niet. Je kan niet een fusie, gaat alle personeel wordt samengevoegd. Dus de nieuwe stichting die eventueel, als dat... door zou gaan vinden, ja, die hebben een hoop spelers en die moeten een x-aantal spelers moeten dan verkocht worden. En dat die spelers die verkocht worden, is de opbrengst dan voor u? Wordt dat, wilt u dat ook vastgelegd hebben? Is niet voor mij, nee. Voor wie is dat dan? Nou, ik denk dat we daar proberen dat ik daar weer ander spelersmateriaal voor Feyenoord gaat aankopen. Nu is Feyenoord op zoek naar 5 financiers die 5 miljoen inbrengen. Ja. Als u bij Feyenoord binnenkomt, bent u dan een van diegenen die met zijn spelers en alles mee 5 miljoen inbrengt? Ik denk het wel, ja. U wil ook een bestuursfunctie hebben? Ik wil niets. Ik wil eigenlijk maar dat ik er lekker mee in het betaald voetbal mee kan huppelen. Ja. Of ik nou penningmeester, secretaris of Jan de loopjongen wordt, dat zal we zien. Ik zou, ja Frits? U wilt toch wel een bestuursfunctie graag hebben als u daar... Nou, ik denk als ik het voor ogen heb en je... En je gaat een bepaald aantal spelers inbrengen, dan, dat je dan mee gaat denken, dat lijkt me vanzelfsprekend. Nou heeft HCS, weten wij, heeft tot nu toe de tekorten gedekt, dat doen ze niet meer. De begroting moet sluitend worden, die moet dus omlaag bij Feyenoord. Nou, ik dacht dat HCS iets voor 3 of 4 jaar getekend heeft. Dat het als shirtsponsor. Ja, maar ik dacht dat ze ook de exploitatietekort overdekte. Bestaat de kans dat een ander de sponsoring van HCS overneemt? Dat zou HCS graag willen. Ik denk dat HCS helemaal van Feyenoord al wil. Ja. En dat lees je ook, dat is enkel dat mijn shirtsponsor willen worden en blijven. En, dat, en ik denk dat er naast op zoek is, dat ze naast op zoek zijn naar andere partners voor Feyenoord om de schuld die HCS, of de vordering die Feyenoord, of HCS op Feyenoord heeft. 15 miljoen, hè? Ik heb nog geen papieren gezien, dus die zou ik graag willen zien. Je hebt hem nog niet gezien? Nee. Maar je moet er ook weten waar je instapt. Ja, dat is ik nog net te vertellen. Ja. En nee. Dat is het wachten op. Ja. En als het nou 15 miljoen is, die schuld is 15 miljoen. Hè? Dat... Ja, maar dat geeft niet. Als je 15 miljoen gulden schuld hebt, is het niet erg. Als daar minimaal 15 miljoen gulden bezittingen tegenover staan, dan ben je in ieder geval kiet. Maar dat moet natuurlijk aangetoond kunnen worden natuurlijk. Gelooft u daarin? Ik geloof wel, maar ik geloof niet dat het allemaal dekkend is daar. Meneer Van Dijk. Ik zou graag een eerlijk antwoord hebben op de volgende vraag. Nou, wat eerlijk tegen geweest, hè? Misschien één vraag je toch niet goed beantwoord. Wat zegt u? Misschien één vraag je niet goed beantwoord. Ja, nee, maar... Ja, welke was dat? Ja, maar daarvoor vind ik het zo belangrijk. Ik heb wat met jullie allemaal verhaaltjes op gaan hangen. Hmm. Maar ik probeer toch de waarheid te zeggen. En dat vind ik al belangrijk in het leven. Is het niet gevaarlijk in de voetballerij dat één club van één man zijn financieel...
Dat is, niet alleen in voetballerij, natuurlijk ook in het bedrijfsleven. Als je maar één opdrachtgever hebt, en die opdrachtgever die valt weg. Dus hier bijvoorbeeld diverse bedrijven die maar één opdrachtgever hebben, dat bedrijf valt weg. Dat is een wankele positie natuurlijk. Ik had ook veel liever gehad dat ik SSV, vaak nu, alleen, dat heb ik altijd gezegd, na 3 jaar probeer ik dat SSV zelfstandig door kan gaan zonder John van Dijk. Nou, dat is me niet gelukt en dat geef ik eerlijk toe, dat er niet genoeg sponsors naast mij zijn gekomen, dat je met 2, 3, 4 man die kar voor kan trekken, hè, met grotere bedrijven. Nou, dat mis ik. Dus, meneer Van Dijk, SVV heeft geen bestaansrecht meer als zelfstandige organisatie. Heeft in Schiedam geen bestaansrecht. Hè, dat hebben de Schiedammers wel laten blijken, dus dat Schiedam, of de Schiedammers, de kermis er wel, en staan met spandoeken en zo. Maar laten we nou maar 1 of 2 voorstaan en zeggen, nou, ik wil bij SCV meesponsoren bedrijven. Er zijn zat grote bedrijven in Schiedam. Het publiek heeft SCV in de steek gelaten. Ja, maar ook dus bedrijfsleven. Dus SCV, en het heet toevallig Schiedamse voetbalvereniging, heeft geen toekomst. Dat heeft geen toekomst. Dus ik moet gewoon ergens anders kijken. Of ik stap echt niet uit betaald voetbal. U blijft dat steunen. Dus even concluderend, u SCV als onafhankelijke voetbalorganisatie houdt op te bestaan volgend jaar. Als onafhankelijk houdt op te bestaan. En wat gebeurt er dan nu als SVV vanavond wint en zaterdag wint? Dan blijven we in de Eredivisie. Ja, maar wat gebeurt er dan met die plaats? Hebt u daar enig idee van? Nou, dat zal met de gesprekken van die ik voer het aanstaande weekend met Feyenoord zal het heel belangrijk zijn. Nee. Natuurlijk. Nee, bij SVV houdt op te bestaan, zegt u net. Ja, nou, er zijn natuurlijk nog meer partners. Heerenveen bijvoorbeeld. Als je dat verhaal hoort. Nou, hebt u daarmee gesproken, anders iemand van de Velden? Ik niet, daar zak mijn broek vanaf. Waarom zak je broek daarvan af? Nou, als je dat, ze hebben het, PSV hoorde ik een paar weken geleden, hebben het over competitievervalsing. Als je dan ziet die televisiebeelden van afgelopen weekend, wat er bij een Heerenveen en Groningen gebeurt. Nou, dan hoef je geen voetbalkenner te zijn wat daar gebeurt natuurlijk. Wat bedoelt u daarmee? Nou, qua uitslag. U bedoelt dat er gesjoemeld is? Ik zeg niet dat er gesjoemeld is, maar een voetbalkenner, die zegt het genoeg lijkt mij. En uw broek zakt af van Heerenveen, u wil dus niet praten met Heerenveen daarover? Ik wil niet praten met Heerenveen. Dat valt af. Al degradeer ik naar de tweede of derde divisie, maar met dit soort praktijken hou ik mij niet op. Heeft de KNVB u vaak benaderd? Meneer Van Dijk, weet u wat u wilt? Ik heb contact gehad met de heer Van Rooijen, ja. En wat heeft hij u gevraagd of gezegd? Nou, ik heb mededeling gedaan, dus waar ik mee bezig was. En dat heeft die verkennende naam aangenomen en dus die heeft daar zijn conclusies aan getrokken. Dus het bestuur betaald voetbal weet dat het voor heel groot, voor een heel grote kans is dat, wat u net zegt, dus dat SSV volgend seizoen geen ondervang of een partner heeft. Ja. Zullen we daar maar mee afsluiten? Ik vind het heel goed. Het zit erop, ja. Mogen we wat eten aanbieden zo weg? Hadden we ons wat eten? Nee, ik heb net in Utrecht gegeten. Nou, 7 is ook gezellig. Met nee. Ik heb nog wat te eten aan. Nee, ik ben heel lang op stap geweest. Ah, u kan best wat gebruiken. Ik heb zat reserves.